Oké, Alex is hulp aan het halen. Ja, what the fuck, Ian, waar zijn we? Ja. Oh, hier is een chest. Ik ben niet, wil jij het openen of ik? Ik ben lijf achter, dus ik mag niet dood. Oh, die zwaard. Oké, die zwaard man, want ik vertrouw jou met die zwaard. En pak die gore apples. Ik heb er 6. Boek lezen. Zit je lekker vast, vent de weg er maar lekker uit. Gebruik de spullen in de chest. Nou, ook weer Jezus. Jij bent volgens mij wel slim, dus... Ja, neem ik wat een appel in. Oké, ik heb het gedaan. Ben je gek of zo? Oh, wow. Wat? Ja. Wow. Wat is dat? Een pakkoel. Oh. Oh, kut. Nee, nee. Oh ja, ik heb toch gewoon nog een kool op. Kom op, we gaan de trap nemen. Ja. Kom op, kom op, kom op, kom op. Doe het. Oh, goed zo. Gaat het? Ja. Gelukkig hebben ze een trap neergelegd. Kut. Oh, ik viel de trap, gelukkig. Oh. Oh, dat was gelukkig. Maar, ja. Oh, hier is ook opeens weer een chest. Ik zie het. Oh, zit allemaal boeken. Geweldig, zoek de uitgang en je bent vrij. Nou. Heb jij de uitgang? Ik heb wel een pickaxe, hè? Wat? Het is daar helemaal... Het is er... Oh, dit is de uitgang. Ja, maar... Ik heb een pickaxe mee, dus ik weet niet of we dat nodig hebben. Oké, dan gaan we maar naar boven toe en kijken wat er ja, gebeurt. Die uit maar... Oké, dan gaan we naar boven toe en dan kijken wat er gebeurt. Ja. Ja, ik denk dat maar dat even naar de hoofdstad moet. Ja, niet naar ja, de ik zie je nu al licht. Ja, ik zie ook wat licht. Volgens mij zijn we wel dichtbij in de stad. Ja, ik hoop dat we ook gelijk Chio vinden en zo. Ja, hoop ik ook. Nou, ik denk dat we goed gaan. We kunnen even het verhaal vertellen. Kijken hoe Chio ervan vindt. Kijk, als zit natuurlijk altijd als kitchen. Ik hoor ook raar geluid, joh. Oh, allemaal zombies of zo. Ja, ik ook, maar... Ik zie ze niet. Oh, hier is ook een huis, zie ik. Maar daar gaan we even niet in. Ik zie het. Wow. Maar... Oh, what the fuck. Oké, daar komen we later wel terug. Nou, ik denk dat we zo moeten ook... Volgens mij maar. Ik weet dat. Waarom is het helemaal opgeblazen? Ik weet niet. Volgens mij door Amber of zo. Ja, Amber is het altijd. Okay. Maar ja, kom even mee. Ja, oh jee. Oh ja, we zijn al bij Eros. Ja, ik zie het al. Ik zie het al groot gebouw wat Niels heeft gebouwd. Oh, ik zie hem niet. Ja, misschien. We gaan het zwart ook in één keer aan Gio geven en verbranden, want ik vertrouw het niet. Ja, hey, weet je wat ik het gevoel heb? Dat er een zombie-apocalypse aan is. Wow! Oh mijn god, Gio? Zombies. Shit. Kill de zombies, kill de zombies. Gio. Ilias. Oh ja, Gio. Zien jullie mij? Ja, we zien jullie. Ja. Alsjeblieft, red mij. Ja, we komen eraan. Ja, kom maar naar beneden. Kill de zombies, nee, Ilias. Ik durf niet, alsjeblieft. Nee, we komen eraan. Wacht, blijf daar. Oké. Okay, wat is hier gebeurd, man? Ja, de portal is weer open van die zombie apocalypse. Shit. Jongens, ik kom naar jullie toe. Shit. Ah, bedankt, man. Gelukkig zijn jullie er. Heb je goed armor aan, Gio? Ik heb wel goede armor aan, ja. Volgens mij. Ah, oh, Ian, dankjewel. Gio, ik heb slecht nieuws. Nou, ik weet niet. Ik was met Ilias en Alex aan het lopen, daar. Ja? Naar de opleidingskamp. Ja? En toen viel ik in een gat. En toen heb ik een boeken gekregen. Deze. En deze. En dit zwaard. Maar ik vertrouw het niet. Jij mag dat verbranden. Oké, okay, wacht, ik ga het even lezen. Oh, als ik de uitgang maar zit je lekker. Holy shit, oké. Okay. En dus een paar gold apples. Je hebt daar ook vastgezeten dus? Ja, met Ilias. Oh, oké. Okay. Ja, het is wel een beetje kapot hoor. Het is Kingdom, dus... we moeten even uitkijken hier. Maar waar is Milan? Ja, waar is Milan? Waar is Milan, jongens?
Heb je als met jou? Waar heb je hem op het laatst gezien dan? Ik sprong naar beneden, vanaf daarboven. Waarom denk je dat ik daar vast zat? Zijn we zo water gevonden? Nee, hè? Shit, waar is Milan? Gio, ga maar rustig liggen ergens. Ik denk niet dat jij echt gezond bent nu. Nee. Wacht, Gio, ik heb een vraag. Ja. Zijn de soldaten al gevonden? Denk ik niet. Nee. Denk ik niet. Dan is Milan volgens mij op zoek eerder naar zijn soldaten. Jullie zijn weg geweest, jongen. Ik denk ook naar mij, maar... Ja, dat zal wel. Want ik mag natuurlijk niet doodgaan, want ik ben wel de koninklijke lijfwachter. Ik ga even naar kisten, jongens. Bedankt, echt dat jullie mij redden. Nee, maar Gio, ga maar lekker slapen, want jij bent er nu echt helemaal kapot, denk ik. Ja, ik ga daar nu even rusten in de kamer van Milan, aangezien Milan dat toch niet is.